Beste kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Wijn plus Koken. Uiteraard vanuit de keuken hier in Vierlingsbeek bij restaurant De Vier Linden. Welkom. Wouter, wat staat er vandaag op menu? Ja, vandaag gaan we wel met een mooi herfstgerechtje aan de gang. We hebben geconfijte eendenbout. Die eendenbout doen we even lekker marineren. Daarna confijten in het eigen vet. Waarbij een aardappelrusti en een saus van grammeer en sinaasappel. Klinkt verrukkelijk en herfstachtig. Ja. Dus daar ga ik een passende wijn voor zoeken. Ik zie je zo meteen. Prima. Tot de volgende keer. Zo, dan gaan we beginnen met het confijten van de eendenbouten. Dat zijn de eendenbouten, die gaan we daar lekker confijten en met zijn eigen vet. Nou, je kunt ook fruit confijten, nou, dat doe je dan met water, witte wijn, suiker, kruidnageltje, etcetera. Vlees doen we confijten in het eigen vet. Die marineren we eerst met rozemarijn en tijm. Dat zijn de Provençaalse kruiden. De steeltjes er niet bij doen, die zijn bitter. Die gaan we eventjes fijn snijden. Zo. Knoflook erbij, is ook belangrijk. Zo. Een beetje olijfolie erbij. Dan zetten we hem 12 uur moet je hem wegzetten. Kan die lekker even trekken, lekker marineren. Nou, deze hebben we dus lekker gemarineerd. Die gaan we dus nou confijten in het vet. Des te rustiger we dat we ze garen, des te smeuiger het vlees dadelijk wordt. Dit is ongeveer nou een graadje of 90. Nou, je kunt het ook in een bakje in de oven zetten, 90 graden. Of gewoon in een zacht pitje en een beetje in de gaten houden. Dan zal het ongeveer een uurtje of 3-4 duren en dan valt het vlees van de bot af. Ook dat hebben we dus al voorbereid, want daar hebben we geen tijd voor. Nou, deze zijn dus al mooi gaar. Zoals u ziet valt het vlees van de bot af. Ze zijn ook wat kleiner geworden. Het vet zeg maar, wat om die bout zat is ook in het vet zelf getrokken. Dus dat hoeven we straks ook niet meer schoon te maken. Nou, we hebben kruimige aardappels met veel zetmeel eraan. Dat zorgt eigenlijk dan voor de binding van de rusti natuurlijk, dat die mooi aan elkaar vast blijft plakken. Zo. Dan gaan we de aardappels raspen. Dan hebben we daar ook een eidooitje bij nodig, dat zorgt voor de stevigheid. Dan doen we een eindje scheiden. Plakkee. Daar hebben we het eigeeltje voor nodig. Ik heb een gesnipperd uitje. En zout en peper. Ja. Ja, we gaan deze maat gebruiken. We kunnen ook gewoon een aardappelrusti over de gehele pan maken. Dus een soort aardappelpannenkoek maken. Nou, daar kun je dan puntjes uitsnijden. Wij gaan voor de steker. Olie in de ring schudden.
de ring mooi insmeren met olie, zodat die eigenlijk mooi loslaat. Zijkantjes goed aandrukken. En op een zacht vuurtje laten bakken. Als je daar aan de ene kant mooi donkerbruin is, draai hem om, zakt hij zo weg. En dan kunnen we de ring er vanaf halen. Dan hebben we de eendenboot, die gaan we eventjes plukken. Nou, de eendenboot is mooi gaar. Bouw gele planken, plank voor de gevogelte. Zoals u ziet kun je hem zo van het bot afdrukken. Nou, er zit wel een klein botje hier verstopt. Nou, die moet er dus niet bij. Nou, het vlees gaan we een klein beetje klein snijden. Nou, zoals je ziet is het echt super mooi mals vlees nou. Nou, voor de jus van Grand Meier heb ik een lekkere jus de veau, een kalfsjus heb ik opstaan. Daar gaan we de schil van een sinaasappel bij aan toevoegen. Flinterdunne julienne snijden. Ik kan bij de jus. En een lekker scheutje Grand Meier. Sinaasappellikeur. Zo. Dan hebben we de aardappelrusti. Nou, zoals je ziet is die mooi donkerbruin gebakken. En halen we de steker er vanaf. Laten we hem zo even lekker doorgaren. Zo, de aardappelrusti. Nou, de geconfijte eendenboot is goed op smaak, dus er hoeft geen peper en zout meer aan toegevoegd te worden. Een lekkere knolselderij mousseline. Dus knolselderij heb ik fijn gedraaid met de staafmixer met crème fraîche, room. En de jus van Grand Meier. Beetje over de eend. Zo, hebben we een mooi herfstgerechtje met een mooi bijpassende wijn van Jan. Wauw, Wouter, dus de herfst op het bord. Zeker, zeker. Het ziet er prachtig uit en het ruikt ook heerlijk trouwens. Ik heb een wijn erbij geselecteerd die best wel een klassieke combinatie misschien wel, want eend. En Pinot Noir, ja, dat is eigenlijk een match made in heaven ongeveer. En Pinot Noir komt van oorsprong uit Frankrijk, uit de Bourgogne-streek. Eigenlijk alle rode wijn die daar gemaakt wordt, is gemaakt van Bourgogne, van de Pinot Noir. En in Nieuw-Zeeland maken ze ook fantastische wijnen van hetzelfde druivenras van Pinot Noir. In de streek Marlborough, dat ligt op het Zuidereiland, het noordelijke gedeelte, daar maken ze eigenlijk de beste wijnen van Nieuw-Zeeland en eigenlijk van de zuidelijke halfrond misschien zelfs. En naast de heerlijke wijnen van Sauvignon Blanc maken ze ook deze Pinot Noir. En dat is een hele lekkere,
zachte rode wijn, soepel, licht van kleur. Dat komt omdat de Pinot Noir een heel dun schilletje heeft. En eigenlijk hoe dikker de schil, hoe donkerder de rode wijn is. En dus hoe dunner de schil, in dit geval van het Pinot Noir, hoe lichter de rode wijn is. Dus deze wijn die is toch vol karakter en vol van smaak. Maar toch wel wat subtiel. Kijk, als je bij wat pilt en bijvoorbeeld een reerug of iets dergelijks, dan zou je toch een wat zwaardere wijn moeten hebben. Hier wat, net wat lichter. Dus Villa Maria, ik denk een perfecte combinatie met de Confit de Canard. Ja. Ja, ik denk dat we die dadelijk maar eens eventjes samen meester gaan maken, Wouter. Wat denk jij daarvan? Zeker. Dat gaan we doen. Niet de hele fles in één keer. Nee. Voor de kijkers thuis, hè. Wees verantwoord. Wij zijn volgende week bij u terug. Met een hoofdgerecht, denk ik. Hoofdgerechtje. Wat gaan we doen? We gaan lekker met vis aan de slag. Dus lekker Hollandaise sausje erbij. Niet verkeerd. Graag tot de volgende keer bij Wijn Plus Koken.